Het Rijk heeft P-Direct. Wat is dat precies en hoe staat het ermee? Dit is de toekomst voor de Rijksdienst. Een moderne, slimme manier en efficiënte manier om je personeelszaken te doen. Ja, in het begin is het natuurlijk best wel eng voor mensen. Altijd werd het voor ze gedaan. En nu moet je zelf ad hoc achter de pc die beslissingen nemen. Ja, dat is gewoon, ja, dat is toch een cultuuromslag. Maar in wezen is het niet echt anders dan we voorheen ook deden. Als je daar gewoon even sec naar kijkt. Ik geloof dat het... Doordat we een heleboel dingen nu gewoon via die computer kunnen regelen, ook wat meer tijd hebben. Het wordt wat onpersoonlijker, dat misschien wel. Papier weg, allerlei heen en weer bewegingen en paraafjes zetten, dat is er gewoon allemaal weg. Snelheid. Ja? Snelheid, maar ook eigen verantwoordelijkheid. Ja, ideaal. Op één plek alle informatie en alle handelingen. Het ligt meer bij mijzelf dan dat er daadwerkelijk in het systeem enorme verandering komt. Dus we willen dit, we blijven het willen, maar we gaan het nu veel meer gezamenlijk oppakken. En we gaan goed kijken hoe we dat kunnen doen. Het is een onomkeerbaar proces. De overheid moderniseert, maar het levert ook wat op. Succes ermee!